Yo beste kijkers van de Gold Eagle Channel, vandaag weer een gloednieuwe video. En vandaag natuurlijk Mindtopia. En vandaag in Mindtopia beginnen we gewoon met de donatiekist. Het is al een heel tijdje geleden dat ik dat voor de laatste keer heb gedaan. En we gaan eens even kijken, donatiespel, donatie 2 november, donatie. En dan hebben we hier nog een keer een donatie, flink wat donaties. En we gaan gewoon van links naar rechts werken. Dat begint, betekent dat we bij Jakov beginnen en zijn donatie is Yo Gold. Ik ben nog niet zo lang fan, maar ik zag je video voorbij komen en ik ben sowieso nu één van je fans. Ik heb hier voor jou een bruine chest. Groetjes, Jacka. DJ Kafkaf is het denk ik. Groetjes, Kevin. Super thanks voor je donatie, Kevin. Wacht, het stond gewoon DJ Kafkaf. Wauw. Moet ik uitspreken, dus nee. Het is gewoon heel makkelijk, maar dan moet je niet allemaal achter elkaar willen spreken. Van Jakakaf, dat kan niet. Maar DJ Kafkaf, dat klinkt toch een stuk beter. En de volgende is van de streep, anoniem streep. Ewa Dwedgie. Even kijken, nou ja, dat moet ik wel goed uitspreken. Ewa Dwedgie, appel, donatie van 7 meloenetjes en 18 appels. Hey, appel. Oh, dat was het al. Oh. Pony. What the fuck? Appel, peer, eerlijk, Dave Groelvink is kapot lijp, heel eerlijk, what the fuck. Oké, shout-out naar mij. Ik weet niet wie je bent, maar ja, maar dat is juist. Donatie 2 november, die is van It's Your Girl Bo. Beste Gold, ik ben Bo. Ik denk dat je me wel kent van 5 euro op je mail, de voedselpakketjes en weet ik veel allemaal. Waarom heb je lang niet van me gehoord? Nou, dat komt omdat ik ziek was en mijn Mindtopia deed het niet. Maar dat is weer opgelost. Dus hier ben ik weer. Eén ding moet je eigenlijk nog doen. En dat is eten bij me kopen. Maar jij hebt het ook druk. Dus ja, deze keer wat ik voor je heb is een lekker patatje met mayo. Hopelijk smaakt het en met vriendelijke groeten Bo. Super thanks Bo voor de donatie. En natuurlijk, als het echt een Belgische frietjes zijn, dan komt het helemaal goed. Nee, grapje. Nee, ik vind Belgische friet altijd op een of andere manier lekker. Want ja, er zijn van die hele dikke frieten. En ja, daar hou ik ook van. Het moeten hele dunne Franse frietjes zijn. Daar hou ik ook van, by the way. It's Your Boy Joey heeft ook een donatie achtergelaten. Donatie alweer. Ik doneer iets heel leuks met een soort spelletje. Het gaat om de eerste keer 64 friet om lekker op te smikkelen of te verkopen. Het gaat als volgt. Je moet een plek raden en dat is best bekend. En ik geef je er een tip over. Tip. Dit maakt Rolandia veilig en is laatst geüpdate. Dat ga ik jullie nu vertellen. Dat is het nieuwe politiebureau wat is verbouwd in Rolandia. Daar hoef ik niet naartoe te lopen, want dat ligt erachter. Dat politiebureau, dat maakt de update, of dat maakt het veilig hier in Rolandia. Als je in één keer raadt, wil je één sec friet, later weer een andere, andere dingen. Ik doe 2 keer in de week een donatie. Ah, super leuk om te horen, man. Ik hou ook wel van de spelletjes. Maar dat moet het politiebureau in Rolandia zijn. Hey, Colt, een donatiespel. Je weet hoe het werkt, hoop ik, denk ik. Even kijken. Een koekje, een broodje, een flesje water, een frietje keer 1, een hamburger. Ik hoop dat je iets leuks hebt gevonden. Ik zie het wel in je video. Oh, was het al? Lol, oeps. Ja, ik dacht 50 pagina's. We hebben wel even te gaan. Dus we hebben helemaal niks. Maar dat is helemaal niet erg. Hashtag reclame, abonneer allemaal op je bla 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 bla. Is allemaal niet interessant. Nou, weet je, van mij mag je hem lezen. Even kijken, ik ben er de moeilijkste niet in. Even kijken. Bla 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 bla. Wel geniaal dat ze reclame willen maken. Hashtag reclame, abonneer op mijn kanaal Floris de Gamer. Net mijn eerste Mindtopia video gemaakt. Mindtopia 1. Nou, dan ga ik eens een keer rondkijken op je kanaaltje. Want ik vind het wel leuk om ook andermans kanalen van mijn kijkers natuurlijk te bekijken. Dat doe ik vaker. Dus waarom ook niet bij jou? En dan gaan we de spulletjes eruit halen. En dat betekent dat we dit allemaal hebben. Super thanks voor al jullie donaties. Jullie zijn echt awesome. Jullie zijn echt biesten. En dan gaan wij heel eventjes heel rap kijken daarachter. Want ik wil daar namelijk iets gaan zoeken. Ik wil namelijk even in mijn brievenbus gaan kijken of ik dit keer wel een goedgekeurde bouwaanvraag heb. Want de vorige keer was hij helaas afgekeurd. Ik weet niet of ik dat in een video had gedaan. Maar wat ik blijkbaar nog niet had, was een vergunning om omhoog te bouwen. En je moet per blokje dat je omhoog gaat bouwen,
moet je een vergunning hebben. Dus ja, vandaag heb ik een vergunning moeten halen. Die is op dit moment gefixt. En dat kan betekenen dat het allemaal alles goedgekeurd. Want ze zijn al heel erg bezig. Zoals je hier ziet, komt hier al iets te staan. Staat al in de hekken. Nou, oh, wacht. Ja, we hebben wel deze. Is nog niet gezien. Helaas. Maar dan zouden we wel goed komen. Want ik heb er wel echt super veel zin in. Ik mis nog wel een beetje geld, maar dat komt wel goed. Want ik moet 100k hebben voor de bouw van het gebouw. Maar daarnaast ben ik ook nog iets bezig in Qtrex. Daar moet ik ook nog een keer geld voor hebben. Maar dan moet ik nog steeds even goed denken. Moet ik Jeffro nog een keer over hebben, de burgemeester. Want daar heb ik niks meer over gehoord. En hij zou nog iets over iets laten weten. Maar ja, een beetje jammer dat ik er niks van heb gehoord. Maar dat zou vast zeker wel goed komen. Tenminste, Jeffro kennen, er komt altijd alles goed. En weet je wat ik trouwens ook heel erg benieuwd van nou ben? Van wie eigenlijk dit plotje nu is geworden? Want het wordt echt helemaal omlaag gehaald, maar van wie is het dan? Want het was eerst een strandhuisje. En ik ben echt heel benieuwd wat er nu gaat komen. Want het kan zomaar zijn dat ze daar nu ook een winkeltje gaan beginnen. Even kijken, nou ja. Ja, bij Fit kan sowieso niks liggen. Ik ga heel even bij Klootje kijken hoe het daar ervoor staat. Want gisteren hadden we best wel wat geld in de kassa liggen. En nu ben ik bang dat we bijna niks meer hebben hangen. Maar dat valt eigenlijk reuze mee. Ik ga trouwens heel even deze boekjes allemaal hierachter neerleggen. Wat is dit voor kleur? Lichtgeel? Lichtgeel? Wat is dat voor kleur? Ik heb eigenlijk never nooit van lichtgeel gehoord. Kan erbij liggen. Deze neem ik zelf mee voor mijn kledingcollectie. De sandstone. Hebben we echt niks nu wat er op die blauwe past? Wel joh, wit. Vandaag is wit. Ja, wit past altijd overal op, maar het is eigenlijk waarschijnlijk de bedoeling dat dat een beetje... Wat is dit dan voor kleur? Opaal groen. Even kijken. Zo, ik wil namelijk zoveel mogelijk hier zo hebben staan. Want als er dan ooit een natuurramp is ofzo, dan heb ik minder schade. Want deze staan hoog genoeg. Het water zou normaal gesproken tot hier de kisten kunnen komen. Dus zou in principe goed moeten komen. Oh ja, al die boekjes nog. Die moet ik denk ik ook even uitsorteren opnieuw. Even kijken. Er zit nog geld in de kassa. You never know. Nee. Want ik heb alles eruit gehaald. Want we hebben het echt keihard nodig voor de verbouwing. Of ja, voor de verbouwing. Voor de bouw van het plotje. En dan kan ik nog heel even kijken naar dit gebouw. Deze winkel is trouwens ook weer tijdelijk gesloten. En heeft een reden, want we hebben als manager helaas Axtro moeten ontslaan. En hebben nu tegenwoordig een nieuwe manager voor. En de nieuwe manager, dat is geworden Mr. Just Gijs. En Mr. Just Gijs, die, ja, daar zijn we echt super blij mee. Een hele actieve speler, een gezellig iemand. Hij past ook wel bij ons. Hij doet echt zelf heel veel uit eigen initiatief. Dus waarschijnlijk gaat Gijs het wel maken bij ons. En hij is op dit moment manager geworden. Hij regelt op dit moment bijvoorbeeld de inkopen. En zo komen er nog wat meer taken binnenkort. Want elke manager heeft zo zijn eigen taken. En want de vitamines zijn ook al allemaal uitverkocht, joh. Moet je kijken hoe rap het hier is gegaan. Echt alles is uitverkocht bij vitamine. Maar ja, we kunnen op dit moment ook geen nieuwe vitamine inkopen. Want we zitten dus met die bouw. We moeten eerst even die bouw betalen. En als we daar eenmaal die bouw hebben betaald, dan komt het wel weer goed. En dan zullen we wel zien, joh, hoe het gaat aflopen. Maar normaal gesproken kan ik waarschijnlijk deze week ergens mijn bouw betalen. En dan ben ik helemaal blij. Hier liggen in één keer allemaal euro's in. Wat de heck? Voor wie zijn al die euro's dan weer? Wat? Heeft iemand anders ook nog euro's? Nee, want dit is voor de inkopen. Ja, en Mr. Just Gijs een kist mag ik by the way komen. Want dat is een kist waar ik elke keer het inkoopspul neerleg. Dus vandaar dat ik er even in keek. Want ik ben altijd wel heel benieuwd. En dan gaan we deze even boven neerleggen. Want ik heb geen zin om op dit moment naar Cosmo toe te lopen. Ik net een beetje te ver weg van het goede. Zo. En dan leggen we deze bruine er ook even neer. Even kijken, de boekies die mogen van mijn pad allemaal weg. Even kijken, die mag weg, die mag weg, die, die en die. Dan mag die weg, dan mag die weg. Zo. Houden we deze nog wel even, want die is van het bouwbedrijf. Dan hebben we nog een aantal kippetjes, koekjes en dat soort spullen. En die droppen dan weer even onder neer. Lijkt me wel een heel goed idee. Even kijken, dan leggen we die hier gewoon neer. Even kijken, waar liggen die spullen allemaal? Nou, hier zo liggen koekjes.
Hier zo ligt van alles en nog wat. Oh ja, dit is ook een gedeelte kist van dat andere pand. Even kijken hoor. Wat had ik ook nog eens? Oh ja, ik had wat fruit. Zo, leg ik hier nog even wat fruit neer. Even kijken, hier zo meloenen, hier zo appels. Hier de wortels. Hier de peren, want binnenkort gaan we deze ook verkopen. Maar op dit moment nog niet. Daar wachten we nog heel even op. Zo, oké, we hebben dit ook weer gedaan. En dan ga ik heel even kijken. Want er is heel veel op. Even kijken, friet is op, zalm is op. Die is op, die is op. Even denken. Brood hadden we nog, spies hadden we. Hebben we nog spies? Ja, spies hebben we ook nog. Oh, trouwens, we hebben nog wel iets aan bacon, zie ik nu. Dus bacon is helemaal niet op gold. Pot Fuyandori, beter kijken. Zo, die mag rechtop. Nou, dan is dit is op. Dus die is leeg, die is leeg en die is leeg. Nou, dat komt wel goed. Vandaag gaan we toch inkopen doen, want dat heb ik nog in mijn brievenbus. Even kijken, niks bijzonders zo te zien. Nou ja, dan was dit voor vandaag weer de video. Jammer genoeg dat ik nog niet kan betalen bij het bouwbedrijf. Maar dat komt helemaal goed. Want ik heb gisteravond nog even snel alles moeten fixen voor de laatste vergunningen. En dan gaan we wel zien wanneer het casino open kan gaan. Want we moeten ook nog een KVK'tje hebben zo. En ik zit een beetje krap in kas. Maar jullie weten het, dat is nooit een probleem. Want het komt altijd helemaal goed. Voor nu zou ik zeggen allemaal heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. En hopelijk tot snel bij een gloednieuwe video hier op dit kanaal.